in Eindhoven zijn. Is het daar een puinhoop, ja of nee? Paul, kan je je verstaanbaar maken? Ja, het wordt gewoon een compleet gekkenhuis. Waar al die mensen vandaan komen is bij een raadsel die nu een beetje de kabels heen gaan lopen en lachen. Net was die nog een stil rustige straat tijdens de penalties. Maar nu ja, is het carnaval op zijn best in Eindhoven. De derde keer achtereen op deze straat. Naar de beker, naar de landskampioenschap, nu ook de Robocop voor PSV. En dat willen ze in Eindhoven weten met de gekste bokkensprongen. Ik denk dat we het even hierbij moeten laten, want het overleidt er zelf niet meer. Tot zover Eindhoven, terug naar Hilversum. Snijder die bijna onder de voet gelopen werd door de enthousiaste supporters. Paul, hoe gaat het nou? Het is nog steeds een gekke huis hier. Ik probeer de mensen op een metertje te houden, maar het lukt ze te nauw en nog. Het is natuurlijk voor een prachtig seizoen van PSV dat Eindhoven wil vieren. De beker en nu het landskampioenschap. Maar hij is zo rumoerig als het nu is. Zo stil als het tijdens de wedstrijd. Dit is de omgeving van het PSV-stadion. Daar kon een blind paard nog geen kwaad aanrichten. De meeste mensen zaten toen nog gewoon handen gevouwen in één thuis in de huiskamer naar de wedstrijd te kijken. Spanning, 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 tot aan de laatste minuut toe. Sommigen hadden de plek gekozen in de huiskamer. En merendeel zat hier in deze straat toen nog heel doodstil. Buiten op het terras en de anderen. Voor het videoscherm in een café in eentje verder. En dan de beslissende momenten. Eerst de winnende treffer van PSV. En dan die laatste, het spannendste moment tot dan toe. En hier zit Hans van Breukelen, houdt het eruit. En Hans van Breukelen is hier dan ook zonder meer de grote held van Eindhoven geworden. Ik denk dat ik er maar weer even mee ophoud. Het feest gaat hier voorlopig nog wel door, denk ik. En ja, ik moet er weer eruit staan. Tot zover, Hilversum. Tot zover Eindhoven. Paul, ik hoop dat je het overleeft. Een selectie. Gisteravond de Europa Cup na een overwinning op Benfica. Verwelkomd door een harmoniekapel kwam het PSV-elftal even na Emen op vliegveld Eindhoven aan. Uiteraard met de begeerde beker. Op het platform zelf geen supporters, maar wel veel vertegenwoordigers van gemeente, provincie en Philips. Hier oud-directeur Frits Philips samen met het gevierde elftal. Buiten het vliegveld wachtte het publiek om een glimp van spelers en beker op te vangen. Er waren voor deze eerste huldiging zo'n 4000 mensen naar het vliegveld gekomen. En dat de beker wankelde mag vandaag geen naam hebben. De trofee blijft zeker nog een jaar in Eindhoven. Straks nog meer feest. Dit zijn beelden van die rijtour in de loop van de dag. Rond de ene kwamen de spelers aan, zoals je zelf al zei. En ze zijn kort daarna op een brouwwagen, een beetje aan het eind van de middag, door de stad gereden. Ja, en van heinde en verre, niet alleen op Eindhoven, niet alleen op Brabant, waren ze hier naartoe gekomen om te proberen een glimp van de spelers en die mooie beker op te vangen. Reuze. Fantastisch, hè? Er is gewoon voor ons, hè? Je komt uit Tilburg, kom een keer kijken. In feite geweldig. En dit is dan rond 7e de aankomst bij het Stadhuisplein. Dit is het stadhuis waar ze met de brouwwagen aankwamen. Om zo'n beetje om 1 minuut voor 7 het bordes op te komen. En ja, het ovationele applaus van het publiek in ontvangst te nemen. Er waren er duizenden, misschien wel tienduizenden. Ze worden weggestopt in zijstraten, hingen in bomen. Om te proberen toch wat van die spelers te zien te krijgen. Het zijn beelden die eigenlijk allemaal voor zichzelf spreken. Ja, en het zien van de beker lijkt op iedere Eindhovenaar. Iedereen is tot enthousiasme. Het feest gaat hier binnen een tijdje door. En zoals we dan weer verplaatsen naar het Marktplein. Waar het feest met muziek, Gerard Joling en allerlei andere artiesten zal zijn. Ik zou maar zeggen, tot zover Eindhoven. Weer terug naar Hilversum. Dankjewel. En de fans, de spelers, nog eens toejuichen. Eindhoven, voor heel even de hoofdstad van Europa vanavond. Nog drukker, nog enthousiaster dan gisteren. De achterblijvers verenigen zich met al die duizenden die het in Stuttgart in het echt hebben meegemaakt. Maar nu is een succesvolle elftal voor iedereen te bewonderen.
voor tienduizenden die hier de avond en waarschijnlijk ook een goed deel van de nacht zullen doorbrengen. En naast de ster van Van Breukelen ook de ster van Gerard Joling. En iedereen zingt mee en danst mee. Koeman bijvoorbeeld en Lerby. Voor hen is het de zoveelste verlenging die moeiteloos wordt uitgespeeld. De officiële huldiging dan op het Stadhuisplein. Eindhoven is blij met de Europa Cup 1 en dat willen ze dan ook weten. Via een korte busrit door het centrum van Eindhoven komt PSV aan op de markt. De lichtstad glimt van trots. Nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ze zeggen wel eens Nederlanders zijn nuchtere mensen, maar dit zijn echt Italiaanse toestanden.